Het is ongelooflijk maar waar, Glennis Grace en haar zoontje Anthony hebben zaterdagavond met een soort knokploeg een heel Jumbo-filiaal in de Amsterdamse Jordaan op stelte gezet. De mishandelingen die daar plaatsvonden waren kennelijk zo ernstig dat moeder en zoon 3 nachten hebben vastgezeten in een Amsterdamse politiecel. In de tussentijd hebben verbolgen buurtbewoners uit de Jordaan hun beklag gedaan in de media, onder meer voor de camera van RTL Boulevard. En juist die mensen zijn behoorlijk bang nu Glennis en Anthony weer op vrije voeten zijn, meldt RTL Boulevard verslaggever Aaron Bade. Volgen er vergeldingsacties? De zorgen zijn groot, aldus Aaron. We horen daar heel duidelijk dat mensen een beetje bang zijn, op hun hoede zijn. Er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die wat gezegd hebben over de familie en dat maakte vandaag toch wel indruk. Van, als ze weer terugkomen, wat gebeurt er dan precies? Het lijkt erop dat Glennis geen spijt heeft van haar wangedrag. Nadat de zangeres gisteravond werd vrijgelaten en haar mobieltje terugkreeg van de politie, heeft ze gelijk een berichtje op Instagram gezet. Daarin zegt Glennis, afgelopen zaterdag ben ik aangehouden na een incident in een supermarkt in Amsterdam. Ik zie het onderzoek, dat nog steeds niet is afgerond, met vertrouwen tegemoet, omdat ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd. Hoewel ik hier graag meer over wil zeggen, hou ik in het belang van het onderzoek op dit moment mijn mond. Zodra dat kan, geef ik een reactie. Liefs, Glennis. Die reactie is onbegrijpelijk, vindt shownieuwsdeskundige Albert Verlinde. Wat ik niet begrijp, je komt thuis en dan ga je iets posten. Dan kun je toch op zijn minst zeggen, ik weet niet hoe het afloopt, maar ik wil in elk geval mijn excuses aanbieden voor alles wat er in die Jumbo gebeurd is. Maar dat doet ze niet. Waarom zeg je niet gewoon sorry? Hoe moeilijk is het om op zijn minst sorry te zeggen? Al met al is er dus behoorlijk wat onrust in de Jordaan. Jumbo-medewerkers zullen de komende tijd op hun hoede zijn als ze zich door de buurt voortbewegen. Glennis en haar zoontje mogen van de politie weliswaar niet meer in de buurt van de Jumbo komen en geen contact opnemen met de supermarktmedewerkers, maar houden ze zich daar wel aan? Glennis en Anthony blijven ondanks hun vrijlating nog wel verdachten in de zaak, maar voor het onderzoek is het niet meer nodig dat zij vast blijven zitten, bevestigt de politie aan de NOS. Ze worden formeel verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling van supermarktpersoneel.